Hoi collega, ik ben Anne-Floor Brouwer en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je tags kunt maken om zo kleine groepjes in hetzelfde team apart te kunnen adresseren. Dit gaan we doen in klas 1b, dat is testomgeving. En wat hier nou handig aan is, is dat soms je één klas hebt in een team maar heel veel docenten. Dus dan krijgen al die docenten heel veel meldingen. Of je hebt misschien wel verschillende klassen in hetzelfde team, maar je wilt alleen één klas adresseren zonder dat je elke individuele student moet adresseren of invoegen. Nou, dat kan dus makkelijk. Je hebt hier de drie puntjes naast de naam van je team. En dan staat hier tags beheren. Ik ga die eerst laten zien, maar ik ga ook een andere optie laten zien waarop je dat kunt doen. Want hier zie je dus labels beheren, wat handig is als je al labels hebt, oftewel tags. Want als je hier een tag gaat maken voor het eerst, dan moet je uit je hoofd moet je alle teamleden toevoegen. Dus voor de eerste keer is het makkelijker om naar team beheren te gaan. En dan heb je hier alle teamleden staan. En je ziet al als ik de muis beweeg, dat onder tags een label tevoorschijn komt. Nou, daar kun je op klikken. Dus gelukkig hebben we in ons, in deze teamomgeving, maar twee studenten. Maar als ik nou alleen de studenten wil adresseren, zonder dat de docenten ook een melding krijgen, dan klik ik op het labeltje. Oh. Ja, dat ben ik aan het uitleggen, dankjewel. Dan klik je hier op het labeltje. En dan bedenken we een naam, bijvoorbeeld klas test. Zodat ik weet, nu adresseer ik de klas. En nu heeft deze student het label gekregen, klas test. Nou, hier ben ik nog een student. Dus als je dit de eerste keer doet, is het even een werkje. Maar kijk, je kunt wel juist label kiezen. Die staat alvast klaar. En nu kan ik dan, wanneer ik in Engels een bericht wil sturen naar alleen de klas, dan kan ik dus doen, aapstaartje, klas 1b. Of sorry, klas test. Dat betekent, kijk, maar twee personen krijgen dan een melding van, joh, hier staat een bericht voor jullie klaar. Terwijl als ik het team zou noemen, dan krijgen alle docenten ook die melding. Dus doe ik zo. En dan typ ik mijn bericht. Dan krijgen alleen zij een melding, niet alle docenten. Dat kan dus een stuk meer rust geven. Als je dan dus veel labels hebt gebruikt, veel tags, dan kun je wel tags beheren en bijvoorbeeld wijzigen, namen veranderen. Dat is dan wel makkelijker vanuit daar. Ga hier lekker mee spelen. Maak er gebruik van, want het scheelt echt een hoop. En als je vragen hebt, kun je dat doen in de reacties. Veel succes!